Nou, nu zijn we weer ergens beland. In Kal. K-A-L-L. En ze noemen het hier het Kalbachtal. Dat is een beetje in een dal of zo waar we zitten. Het is eigenlijk Kal niet zelf, het is even buiten Kal. Het is een klein gehuchtje waar we nu zitten. Waar ze bij een voormalige boerderij een camperplaats hebben gemaakt. Daar hadden ze wat ruimte bij. En daar hebben ze een beetje, nou ja, aardig ingericht. Niet allemaal recht toe, recht aan. Het is, ja, hier sta je toevallig mooi in een rij, een beetje schuin. Daar staat nog een aparte plek en daar beneden zijn nog wat plekken. Totaal 11 plekken. Je betaalt hiervoor 8 euro. Je staat op particulier terrein, als het ware.
En je hebt alle voorzieningen erbij. Internet weet ik trouwens niet. Die heb ik weer niet gezien. Maar dan kan ik zo even kijken. In ieder geval heb je water vullen, daar betaal je apart voor. Ontzorgen is gratis. Ze hebben douches en toiletten erbij. Betaal je ook apart voor. En stroom betaal je apart voor. Dus dat is super geregeld. Ik ga nu even intoetsen of er ook ergens wifi is. Maar dan weten we dat ook. Gewoon een klein gehuchtje, hele rustige plek. En je staat een beetje, nou ja, in het dal. Je kijkt het bos in aan die kant. Daar kijk je het dal in. Ja, super voor zo'n nachtje. Ik kan me niet voorstellen dat je hier een week gaat staan. Maar gewoon voor een nachtje. Even als tussenstation. Nou ja, jullie kennen ons inmiddels. Nachtje hier, nachtje daar. Nou ja, zo hadden we deze gezien. Overigens, even terug midden in Kaal. Was ook een camperplaats. Ja, dat heet ook Kaal. En dat was aan een doorgaande weg, zeg maar, midden in het dorp. Een leuk terrein, moet ik wel zeggen. Zagen wij onderweg wel keurig aangelegd. Maar wij wouden niet aan zo'n drukke weg staan. Dus we hadden toch maar besloten om die andere te zoeken. Nou, dat was deze. Mooi rustig uitzicht. Eén nadeel. Staat een of andere caravan naast ons. Dat is een beetje heel apart. Maar goed. Het zal wel zijn redenen hebben dat dat hier staat. Oh ja, internet. Dat wouden jullie ook graag weten. Nou, oh ja, die is er wel. Woonmobielhaven. Ja, ze hebben hier ook internet bij. Dus nou ja. Top geregeld, heb ik niet nodig, maar vanavond wel Formule 1. Dus ik heb internet.